Vier mensen komen van ver. Het verhaal ging over hoe het is om van ver hier naartoe te komen, naar Enschede, en hier helemaal opnieuw te beginnen. We waren het er wel met z'n allen over eens van ja, het moet ook luchtig zijn. Want het is een feestelijke afsluiting van een hele periode van inburgeren. Maar in de groep leefde ook wel dat er ook... er zijn ook moeilijke dingen gebeurd. En het vinden van werk kan best wel heel moeilijk zijn. Dus je kan in Syrië kan je een fantastische carrière hebben en een goede baan. En dan komt de oorlog over je heen, als het ware. En dan kom je in een ander land en dan moet je helemaal opnieuw weer beginnen. Hoe wij als Forum Theater werken is dat we met verhalen van deelnemers zelf werken. Dus wij begeleiden eigenlijk alleen maar het hele proces. En we zetten dus tools die wij kennen, zetten wij in. Het gaat heel veel dus over meedoen, participeren in het hele bepalen van nou, wat is ons vraagstuk? Waar willen we het over hebben? Wat is ons eigen verhaal eigenlijk hierin? En wat willen we laten zien? Als we iets neerzetten. En hoe breng jij in mijn koffie? Ja, hoe breng ik jou? Ja, ik kom ook uit Syrië en ik woon hier sinds meer dan 2 jaar. En ik wilde iets doen om mijn taal te verbeteren. Dit verhaal gaat over iemand die zich opeens in een ver land bevond. Verder van huis was hij nooit geweest. En wat ga je nu doen, Mustafa? Nu, ik op zoek naar baan. Mm-hmm. Ik moet werken, want ik wil doen iets hier in Nederland. Okay.